Mijn gevoel net na de wedstrijd is dat we toch wel een beetje balen. We hebben goed gespeeld, goed verdedigd, goed geblokt, goed geserveerd. Maar aanvallend had er wat meer in gezeten. En daar baal ik van. Want ik heb het gevoel dat er meer in zat. Maar we kunnen het gevoel denk ik wel snel omzetten in een, in een wat positiever gevoel. Het is geen schande om van Brazilië te verliezen. Maar morgen moeten we het goed doen tegen Cuba. Dus daar gaan we nu naar voorbereiden. Nou, in de eerste set begonnen we eigenlijk heel goed. En dan krijgen we een hele grote serie tegen. En wat je zegt, de paas was goed. En we konden het aanvallend kunnen we het niet echt oplossen. En ja, dat is jammer en dat moet de volgende keer beter. We moeten misschien sneller met oplossingen komen. En dan kunnen we de volgende keer beter doen. Nou, aan het einde van de tweede set, we kunnen eigenlijk heel goed meekomen de hele tijd. En aan het einde van de tweede set loopt het net niet in, ja, we staan eigenlijk heel goed te spelen. En op het laatst dan maakt Brazilië nog dat stapje meer, waardoor we in één keer verliezen. En misschien is dat een stukje ervaring, misschien is dat een stukje oplossingsvermogen van ons. Maar ja, we kunnen net dat laatste stukje niet meekomen, dus dat is heel jammer. Spelverdelen was de wedstrijd eigenlijk best wel fijn. De paas lag heel goed en ik kon kiezen wat ik wilde. Ik merkte wel dat het blok van Brazilië best wel sterk is en dat dat lastig is om tegen te spelen. Maar eigenlijk was het een goede wedstrijd om te spelen. De wedstrijd van morgen was best wel belangrijk. Cuba heeft zich natuurlijk goed kunnen ontwikkelen in dit toernooi. En de vorige keer hebben we nog best wel hebben goed gespeeld en redelijk makkelijk gewonnen. Maar ik denk dat het morgen nog wel een andere wedstrijd gaat worden. Het is belangrijk voor ons gevoel om deze wedstrijd te winnen en om goed af te sluiten, zodat we met een goed gevoel richting het EK gaan. Dus dat wordt belangrijk.